Ja, vrienden, je lacht je te basti. Er zijn vreemde dingen gaan op het platteland vandaag de dag. De boeren die trekken weg van de oude boerderijen naar de stad. En de stadse mensen die trekken weg van de steden naar de oude boerderijen, vice versa. En zo kon het ook gebeuren dat er een levendige handel ontstond in oude boerderijen. Boerenbusiness, dat is vandaag de dag zonnen in de business. There is no business like boerenbusiness. En vlak voor de verkoop van de oude boerderijen verwijderen wij er eerst nog het elektrisch licht en de waterleiding buiten. Wij verwijderen ook zorgvuldig de moderne toilet. En we plaatsen op de opengevallen plek zo'n ouderwetse kaktus. Met een houten deur, een hart in het midden. En de deur van onder niet sluiten, zodat je aan de broek op de schoenen kan zien wie dat erop zit. En dat zijn leuke dingen voor de mens. Nu hebben mijn vrouw en ik dat zo gade geslagen, dat verlangen naar het eenvoudige boerenlandleven. En wij hebben een boerderij gesticht en een jaar compleet nieuw opzet. Waar er nog één oude bouwval behouden en daar kunnen nog stadse mensen voor zo'n 35 gulden het eenvoudig boerenlandleven aan den lijven ondervinden. En dan lachen je te barsten. Ja, maar die stadse mensen willen dan graag voor eerst het krieken van de dag meemaken. Nou, daar hebben wij het volgende op gewonnen. Dan gaan mijn vrouw en ik vroeg weg van onze bungalow. Bij de eerste krik. Dan sluipen wij de bouwval binnen, rammelen daar wat te heen en te weer met melkbussen en emmers en zo. Hè. En daarna gaan wij weer te bed. En voor de laatkomers doen we het om 10:30 nog weer een keer. Ja, dat zijn leuke dingen voor de mens. En als ze nou zo bij ons zijn, dan willen ze zo graag de eieren van onder de kip vandaan halen. Nou, daar hebben wij het volgende op gevonden. Dan kopen wij die eieren op de supermarkt. Leggen die zo 8-9 stuks bij elkaar. Douwen daar een kip op. Of een haan, want ze zien het verschil toch niet. En dat die kip daar mooi op zitten blijft, geven die kip Valium dan wel Librium 10. En dat zijn leuke dingen voor de mens. En dan willen de mensen ook zo graag eenvoudig boeren mestlucht ruiken. O ja, nog gebruiken wij sinds jaren de kunstmest en daar is geen moer aan te ruiken. Maar daar hebben wij het volgende op gevonden. Dan voeren wij de beesten peen, uien en knoflook. Ja. En dan zien we wat dat oplevert. Ja. En dan hebben we verder nog een speciale overeenkomst gesloten met de Arwikfabriek. En die maken voor onze boerderij exclusief in spuitbussen Arwik strontspray. Dat zijn leuke dingen voor de mens. We hebben nog een oud vrouwtje in dienst genomen. Dat zetten we op een balk met een knot wollen met breipen. En dan vragen mensen, boer, verrek, wat moet dat oude vrouwtje erop die balk met die knotwollen die breipen? Zeggen we, nou, dames en heren, dat oude vrouwtje zit daar te balken breien. Lachen je toch te barsten. Ja, dan hebben we mijn vrouw sinds kort ook hebben we een boerenshop ingericht. Een boertiek. En daar verkopen wij alle van me normaal weg zouden flikkeren. Bijvoorbeeld een volgeschikte varkenshok verkopen wij als artistiek boerenhoekast oud hinlopen. Verroeste melkemmers, oud Saksische tijdschriften bakken. En gedroogde stukken koeienkak. Souvenir pittoresk ook te gebruiken als placemat. En die zeilen als spekpannenkoeken naar de deur. Ja, dat zijn leuke dingen voor de mens. Nou, en dan kunnen de mensen een pils pakken en een bar, die hebben we ingericht in een oude kalverstal. En nou, dan stijgt de stemming, wat ik zeg. En dan vragen de mensen mij, boer, zou u voor ons niet eenvoudig boer een drinklied kunnen zingen? Nou kon ik dat niet, maar ik heb dat volgende op gevonden.
Ik heb me gewend tot de heer Jehoes. Voor een aanzienlijk bedrag heeft heer Hoes mij één drinklied afgestaan, want de tachter die heeft klaarigen voor het komend carnaval. En nou ga ik u dat eens laten horen, dames en heren. Dat lijkt me hartstikke prachtig. Ja. En ook ik ben vanavond verzekerd van de steun van deze knappe muzikanten achter mij. Ja. Die bereid zijn gewonnen voor een aanzienlijk bedrag, mag ik ook zeggen. Maar hier wat aanzienlijke kapelmuziek te spelen, heer. Het moment is daar. Ik zou graag van u een teken krijgen, heer Krevel, als ik mag gaan invallen. En nou is het zo. Nou is daar een voorspel aan verbonden. Kunnen we dat voorspel krijgen? Dat is een heel lang voorspel. Bij de heer Hoes is het voorspel dat het verrekte lang daarom gedaan. Dan zijn ze platengouwer vol. Ja, die Hoes is niet achterlijk. Dat kon een boer weten. Het bier gaat van hier en vandaar gaat het naar. We weten niet waarop dat het gaat. Hier gaat van hier en vandaar gaat het naar. Ach, het doet er niet toe, als het maar gaat. Met de pool aan de lip en de duid in de knip. Van de vaars en de veer en de pik. 5, 6, we hebben een haan en we hebben een kip. En daarom drinken broederlijn. Daarom drinken broederlijn, daarom drinken broederlijn, drink. Hartstikke mooi, ja. En als ze zo horen de mensen met dat drinklied zingen, en dan worden ze geheel opgewonden. En dan willen ze te dansen en te keren en te hassen. En dan vragen ze, boer, zou u voor ons niet een eenvoudige boer een dans mee? Nou kon ik dat niet, maar ik heb dat volgende opgewonden. Ik heb mij gewend tot de heer Amo. Bekend herenboer. En die heeft me een eenvoudige pas. Oeh, wacht, dat zou mooi zijn. Heer, ben u daar nog? Zou we datzelfde stuk muziek nog één keer kunnen krijgen voor hetzelfde bedrag als kan? En dan ga ik de dames en heren hier in de zaal en thuis ga ik de passen tonen die heer Mol mij erin gestampt heeft. De boeren Gorengraafie. En nou is het zo, vriend. Nou heeft heer Mol heeft mij verzekerd, het geeft geweldig boerenstemming als het publiek daarbij in de handen klatst. Nou, voor mij hoeft dat niet, maar wie daar aan behoeft, dan voelt graag rustig gang. Maar wel in de maat gaat verdakken. Ja. Tweemaal het voorspel, de eerste maal A-mol en de tweede maal B-mol. Ja. Alle klaar. En de bier gaat variëren, want daar gaat het naar. We weten niet waarop dat het gaat. Tweemaal dat de bier gaat variëren, want daar gaat het naar. Ach, het doet er niet toe. Solo, met de pearl aan de lip en de duid in de knip. Van de vaars en de beer en de pinker, gaat verdemmen, nou ben ik zelf uit de maas. O nee, we hebben een haring, we hebben een kip. Dus daarom drink ik broedertje, daarom drink ik broedertje, daarom drink ik broedertje, drink. Ja, hartstikke mooi is dat. Ja, lacht je te barsten. Ja, sommige dames en heren die klappen ook niet mee. Ben ik prachtig, want ik zou het zelf ook verdom. Het mooiste zou ik haast vergeten. Ja, wacht nou even. Het mooiste zou ik haast vergeten als de mensen wat op het gemak raken zich vertrouwd voelen. Laat maar zeggen, zich een beetje senang gaan voelen, zoals de boer in Indonesië zegt. Boer Kroephoek. Ja, een klein aardigheidje mijnerzijds. Ik heb daar zelf ook schrikken. Ja, het aardige van deze grap is natuurlijk dat het oorspronkelijk is het boer Kroephoek. Ja. Daar zit aardigheid ook in. En dan had u verrekt snel door, hè? Ja. Ja, maar u begrijpt wat ik bedoel. De mensen raken vertrouwd en dan nemen ze mij dikwijls mee naar een donkere plek. En dan spreken ze mij toe op vertrouwelijke toon. Dan zeggen de boer. Boeren zouden misschien een bevruchting kunnen meemaken. Ja, verdomd, dat is niet waar.
Maar dat zijn problemen, vrienden, want wij gebruiken al sinds jaar en dag de kunstmatige inseminatie, mijn vrouw en ik. U begrijpt wat ik bedoel. Kunstmatige inseminatie, en daar is geen zak aan. Nee. Maar daar hebben we het volgende op gewonnen. We hebben een zeer oude stier op de kop kunnen tikken. O-Twello. Zeer oude stier O-Twello. Ja, in vroege dagen was O-Twello berucht. O, breek me de bek niet laat. O-Twello was zo verrekte potent, die hadden zelfs de oude koeien naar de sloot. Ja. Vandaag de dag is het alle bedaard en bejaard en verrekte oude stier. En die kan voor de bevruchting niet vaker in het geweer komen dan hoogstens tweemaal in de 14 dagen. En daar komen we niet meer toe in het hoogseizoen. We hebben daar het volgende op gevonden. Als het publiek zich heeft verzameld om de bevruchting mee te maken, dan halen we O-Twello tevoorschijn. En dan halen we een koe op, de Klasina 13. Dat is een voorgevoel. En dan leiden wij Klasina voor O-Twello. En als O-Twello dan zonder meer niet in het geweer te brengen is, dan nemen wij een veekoek. En die veekoek leggen wij in de nek van de Klasina 13. En dan wil O-Twello wel reizen. Voor het koekhappen. Dat zijn leuke dingen voor de mensen. En dan vragen de mensen boven van boeren, hoe is het toch mogelijk dat we dat boerendialect zo precies te pakken hebben gekregen? En dan weten de mensen niet dat wij dat leren in het Nederlands cabaret. Want die mensen van het Nederlands cabaret zijn niet achterlijk. Die weten verdomd goed dat zo'n beetje boers praten. Dat zijn leuke dingen voor de mensen.